Ik heropen de vergadering van de Tweede Kamer. Hartelijk welkom iedereen. Ik ben aan de orde is de wet erkenning Nederlands gebarentaal. Ik ben er trots op dat Talk via livestream te volgen is. Tot zover. De rest laat ik graag aan de professionals over, die goed zijn in de gebarentaal. Maar van harte welkom aan de initiatiefnemers natuurlijk, en mevrouw Kuiken, mevrouw Van Eys en mevrouw Dick Faber. Ook heet ik van harte welkom. Ook natuurlijk de mensen op de publieke tribune. Ook een woord van welkom aan de vertegenwoordigers van de dovengemeenschap en de mensen in de voorzittersloge, mevrouw Corrie Thijsseling en mevrouw Eva Westerhof. Twee tolken zijn daar ook aanwezig, Maya de Wit en Yvonne Jobsen. Van harte welkom. Tot slot wil ik van harte welkom heten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die bij deze wetsbehandeling optreedt als adviseur van de Kamer, en de heer Rosa, medewerker van de ChristenUnie. We behandelen vandaag de eerste termijn van de zijde van de Kamer, en zoals gebruikelijk wordt de voortzetting van de wetsbehandeling in goed overleg met de initiatiefnemers gepland. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Üzetok namens GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ook voor de introductie in gebarentaal. Ik ga u helaas niet nadoen. Voorzitter, vandaag de eerste dag. Na het zomerreces beginnen we weer met debatteren. Het is mooi dat we dit parlementair seizoen beginnen met een initiatiefwet door Kamerleden. Altijd een bijzonder moment. Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor het werk van de drie collega's. Kuiken, Dick Faber en Van Eys. En daarnaast ook medewerkers, want het is niet eenvoudig om naast de reguliere kamerwerkzaamheden ruimte te maken en te vinden voor een initiatiefwet. Dat moet gezegd worden. Het is goed te zien met diverse collega's dat zij naast hun controlerende werk ook de medewetgeving de werk oppakken. Ik heb zelf ook enkele initiatiefwetten mogen maken. En uit eigen ervaring weet ik wat er allemaal bij komt kijken voor de initiatiefnemers en ook hun ondersteuners. Complimenten dus. Voorzitter, we weten allemaal hoe ingewikkeld het is als je de taal van een ander niet spreekt. Dit hebben we allemaal wel eens ervaren op vakantie of op reis in een ander land. In zo'n geval doen we ons extra best om toch te kunnen communiceren. Vaak gebruiken we dan een taal die we met elkaar wel een beetje begrijpen, of we gebruiken gebaren en andere non-verbale communicatie. Ook mensen die emigreren ervaren vaak hoe lastig het is om in het land van vestiging te communiceren. Gebaren hielpen mij toen ik als 12-jarige ineens in Nederland kwam en niet kon communiceren met mijn omgeving. Je hoort dan wel wat, begrijpen, doe je het echt niet. Je dreigt snel uitgesloten te worden en in een isolement te raken. Vandaag spreken we over een groep mensen voor wie taalproblemen niet slechts tijdelijk van aard zijn, maar helaas vaak permanent. Mensen die niet of beperkt kunnen horen. Zij moeten zich helaas vaak buitengesloten voelen, omdat zij veel lastiger kunnen deelnemen aan de communicatie in de samenleving. Voorzitter, GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving. Mijn fractie is verheugd met dit initiatief, omdat het door de erkenning van de gebarentaal dove mensen ook meer kunnen meedoen in onze samenleving. Want gebarentaal is essentieel voor de emancipatie van mensen die beperkt zijn of niet kunnen horen. Voorzitter, we komen van ver. Al 30 jaar strijden doven en slechthorenden voor erkenning van hun taal en cultuur.
Een lange tijd. Vanaf 1880 tot 1980 is het gebruik van gebarentaal in Nederland vrijwel overal verboden geweest in het onderwijs. Zo werd ook het gebruik van gebaren in opvoeding en in het onderwijs afgeraden. Voor veel oudere doven is dit daarom een extra emotioneel moment. Ze zijn opgegroeid in een tijd waar gebaren soms zelfs met lijfstraffen worden bestreden. Dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen, maar dat is waar wij vandaan komen. Er is een moeizame weg van emancipatie afgelegd. Voorzitter, dat er in Nederland dove mensen wonen, is de afgelopen decennia steeds zichtbaarder geworden. Wij kijken niet meer op van doven in de media of van gebarentalen in tv-programma's of in series. Het is zelfs in de mode om horende, pasgeborenen babygebaren te leren. En de hbo-opleiding in gebarentolk is een populaire opleiding nadat Nederland kennis heeft gemaakt met de gebarentolk Irma Sluis bij persconferenties kabinet over de coronacrisis. We merken ook tot onze schrik dat het in crisissituaties niet vanzelfsprekend was om een gebarentolk in te zetten. Op voorstel van mijn collega Lisa Westerveld is er gelukkig nu geregeld dat de aanwezigheid van een gebarentolk bij nieuwsuitzendingen beter wordt gewaarborgd. Gelukkig wordt de aanwezigheid van tolken steeds beter geregeld. Voorzitter, de grote zichtbaarheid heeft ongetwijfeld ook bijgedragen aan de acceptatie. En acceptatie tegelijk is ook een resultaat en ook een voorwaarde van de emancipatie van dove en slechthorende mensen. Maar voorzitter, we zijn er nog niet. En ik ben samen met de indieners van dit initiatiefwet mee eens dat de erkenning en acceptatie en de emancipatie van doven en slechthorenden in onze samenleving verder dit initiatief brengt. Toch zijn er enige zorgen bij mijn fractie als het gaat om de regulier onderwijs en inzet van gebarentolken. Ondanks voldoende capaciteit blijkt er bijvoorbeeld veel onbekendheid te zijn in het onderwijs op dit gebied. Daarnaast krijgen wij ook signalen dat dove kinderen niet altijd geaccepteerd worden in regulier onderwijs. Kunnen de indieners hierop ingaan? Zorgt deze wet ervoor dat er altijd een passende oplossing gezocht moet worden voor mensen die in gebarentaal communiceren? En welke maatregelen zijn er nodig om deze wet in de praktijk een concrete verbetering te laten zijn? En dan, voorzitter, heb ik nog een paar vragen aan de minister. Hoe ziet zij de rol van gemeenten, provincies en bijvoorbeeld veiligheidsregio's in het inzetten van gebarentolken? Is de minister bereid om in de uitwerking van haar plannen ook het punt over het onderwijs mee te nemen en bekendheid te vergroten over gebarentolken? Ander punt van aandacht, voorzitter, zijn de verkiezingen. Veel informatie over de verkiezingen gaat via debatten. Deze debatten zijn echter niet te volgen voor dove mensen. Ik zou de minister willen vragen om in de uitwerking van haar plannen hier ook aandacht aan te geven. Dit is een belangrijk punt voor mijn fractievoorzitter, want ook onze verkiezingen moeten inclusief zijn voor alle burgers. Kan zij bijvoorbeeld samen met haar collega voor media kijken of bijvoorbeeld verkiezingsdebatten en uitzendingen ook getolkt kunnen worden? Ik ben zeer benieuwd naar de reacties van de initiatiefnemers en de minister. Ik wens de initiatiefnemers heel veel succes in hun beantwoording. Ik ben ervan overtuigd dat het met dit mooie wetsvoorstel heel erg goed gaat komen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Uzertok. Dan is nu het woord aan de heer Jetten namens D66. Dank u wel, voorzitter. En dank dat u ook in gebarentaal deze vergadering hebt geopend. Ik ga dat helaas niet nadoen, maar zou wel tegen iedereen willen zeggen goedemiddag. Ik ben heel blij dat we dit wetsvoorstel vandaag hier kunnen behandelen. Want in mei vorig jaar zat ik in de trein van Den Haag naar Nijmegen. En op station Arnhem, waar de trein altijd wat langer stilstaat, verliet een jonge dame de coupé van de trein waar wij allebei in zaten. En bij het voorbijlopen hadden wij even oogcontact met elkaar en knikte de jonge dame vriendelijk naar mij.
En kort voor het fluiten van de conducteur en de treindeuren weer sloten kwam, dezelfde jonge dame weer de coupé binnengesneld, stopte bij mijn stoel en gooide een dichtgevouwen briefje op het tafeltje dat ik had uitgeklapt voor mijn treinstoel. En dat is, voorzitter, dit briefje. Ik heb het samen met collega Jessica van IJs bewaard. En op dat briefje staat: hey, beetje gek om zo te schrijven, maar de erkenning van de gebarentaal is wel mega belangrijk. Fijne dag, groetjes Sabine. En voorzitter, Sabine zit vandaag ook op de publieke tribune. Een ludieke en sympathieke actie van haar, maar ook een hele effectieve. Want het heeft mij aan het denken gezet en heeft mij ook aangezet tot actie. Want ik appte na het ontvangen van dit briefje meteen mijn collega Kamerlid Jessica van IJs. Mijn collega in de fractie van D66 met gehoorproblemen. En ik had wel vaker met haar gemerkt hoe moeilijk het soms is om in vergaderingen, in de fractie of hier in de plenaire zaal alles mee te krijgen. En eigenlijk binnen een fractie van een seconde appte Jessica mij terug: ja, het is ook mega belangrijk en het is de hoogste tijd. En kort daarvoor had Jessica zich aangesloten bij Atje Kuiken en Carla Dick Faber, die namens Partij van de Arbeid en de ChristenUnie al langer bezig waren met de initiatiefwet die we vandaag behandelen. En dit voorstel van PvdA, ChristenUnie en D66 om de Nederlandse gebarentaal eindelijk juridisch te erkennen. Maar voorzitter, deze wet is meer dan alleen een juridische erkenning. Het gaat ook over waardigheid en identiteit. Want de erkenning dat de Nederlandse gebarentaal een volwaardige taal is, een taal, dat is misschien wel het allerbelangrijkste uitdrukkingsmiddel van iemands identiteit. Vraag het maar aan een Fries of een Limburger. Hun taal is onderdeel van hun zijn. En voor de grote gemeenschap van doven en slechthorenden in ons land is de Nederlandse gebarentaal dat ook. Het is hun moedertaal. En door die te erkennen en daar rechten en plichten aan te koppelen, zetten we een grote stap richting een volwaardige participatie van doven aan onze samenleving. Alle lof dus voor de initiatiefnemers en indieners van dit wetsvoorstel. Maar bovenal een groot compliment voor al die mensen uit de dovengemeenschap die hier jarenlang voor hebben gestreden om dit voorstel op de agenda te krijgen. En voorzitter, dan een onthulling van mijn kant. Want sinds het briefje van Sabine is er voor mij een nieuwe wereld opengegaan. Ik wist eerlijk gezegd weinig tot niets van gebarentaal. En ik kon slechts gissen naar het dagelijks ongemak waar doven mee te maken hebben in de publieke ruimte. Of dat die nu fysiek is of virtueel. Totdat ik door Sabine op bezoek ging bij de opleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal in Utrecht. En daar sprak ik met docenten en cursisten, maar ik luisterde vooral naar wat er beter moet en hoe we daarmee moeten beginnen. En het begin, voorzitter, dat is deze wet. En dat brengt me bij de inhoud van het voorstel. Allereerst over de uitvoering van het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap. Sinds 2016 geldt dat verdrag met als doel de positie van mensen met een beperking te verbeteren, ook hier in Nederland. En specifiek roept het verdrag overheden op om gebarentalen zoals de NGT te erkennen en te bevorderen en om discriminatie op grond van taal tegen te gaan. Met de juridische erkenning van de NGT borgen we in ieder geval op papier dat we voldoen aan dat verdrag. Maar op welke manier gaat volgens de initiatiefnemers ook in de praktijk dat verdrag geborgd worden? En op welke manier wordt met deze wet het gebruik van en het recht op het gebruik van de NGT bevorderd? En tot slot, wat verwachten de initiatiefnemers daarvan van de regering? En voorzitter, ik heb geprobeerd mij zoveel mogelijk te verdiepen in de situaties waarin het ontwerp van onze communicatie tekortschiet voor doven en slechthorenden. Situaties waarin gebarentaal of een tolkvoorziening soelaas had kunnen bieden. En in de diverse gesprekken die ik voerde, werden die situaties mij aangereikt. Van omroepinstallaties op stations, maar geen informatiebord. De afwezigheid van een tolk bij belangrijke nieuwsuitzendingen of kamerdebatten. Geroezemoes op de achtergrond of een niet op stilgezette microfoon tijdens een videovergadering, waardoor je essentiële informaties mist in een gesprek. Maar ik stuitte tijdens die verdieping ook op tekortkomingen in onze wetgeving. En het feit dat we vandaag pas een stap zetten naar die wettelijke erkenning van de Nederlandse gebarentaal zegt natuurlijk al veel. Dit heeft veel te lang geduurd. Maar er zijn ook bepalingen in andere wetten die ik niet kan rijmen met de verdragen die we op dit gebied hebben ondertekend. En mevrouw Euzetok heeft net al een paar hele goede voorbeelden genoemd als het gaat om onderwijs voor jonge kinderen.
De initiatiefnemers geven in de memorie van toelichting ook een lijst van getroffen voorzieningen op basis van wet en regelgeving ter bevordering van de NGT. Maar ondanks die mogelijkheden, en hoewel alle ondertekende verdragen bepalen dat discriminatie op grond van taal verboden is, beperken wij in Nederland doven en slechthorenden in hun rechten en mogelijkheden. Bijvoorbeeld ook bij studenten, bij dove studenten op latere leeftijd. Ze hebben tot de leeftijd van 30 jaar recht op een tolk Nederlandse gebarentaal of een schrijftolk in het onderwijs. Maar na je 30ste jaar moet je die kosten zelf dragen. En daarmee belemmeren we in Nederland de toegang tot onderwijs. En wat D66 betreft is dat een fundamenteel recht. Iedereen moet een leven lang kunnen leren. Maar dankzij die bepaling die nu in de wet staat, wordt dat recht ontnomen. En behandelen we dus ongelijk op basis van leeftijd en handicap. En daarom zou ik aan de minister willen vragen of dat het kabinet kan aangeven of deze leeftijdsbepaling uit de wet overige OCW-subsidies artikel 19a geschrapt kan worden, zodat ook doven boven de leeftijd van 30 jaar gebruik kunnen maken van een tolk, zodat zij fatsoenlijk kunnen studeren. En voorzitter, ik zou in aanvulling op dat punt wel willen benadrukken dat ik niet te veel alleen maar naar die voorzieningen zou willen kijken, want die voorzieningen zijn een hulpmiddel. Anders dan sommige fracties bij de schriftelijke ronde vooral op nut en noodzaak leken te focussen, welke rechten ontleend kunnen worden en wat de kosten zijn van de erkenning en implementatie van dit initiatiefwetsvoorstel, focust D66 zich vooral op de groep die afhankelijk is van de NGT. Onder andere de minister van BZK krijgt met deze wet de taak het gebruik van de NGT te bevorderen. En het in te stellen adviescollege Nederlandse gebarentaal zal de minister daarover adviseren, is de bedoeling. En omdat het adviescollege straks publiek gefinancierd wordt, zou ik haar advies en verslagen ook publiek toegankelijk willen maken. Niet alleen ter controle, maar ook om de brede bekendheid van de Nederlandse gebarentaal en het Nederlandse Gebarencentrum te vergroten. Hoe kijken de initiatiefnemers hier tegenaan? Voorzitter, ik zou de initiatiefnemers een compliment willen maken voor de heldere beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag. Mijn partij heeft net als de andere partijen in de coalitie de moeite genomen zich te verdiepen in het wetsvoorstel met de vragen en opmerkingen. Voor een snelle behandeling te zorgen en een duidelijke interpretatie van de wet. En ik ben dan ook blij te zien dat vandaag heel veel partijen aanwezig zijn bij de behandeling van dit wetsvoorstel. En ik heb er alle vertrouwen in dat we nu deze belangrijke stap met elkaar kunnen zetten. En voorzitter, ik ben blij dat de publieke tribune open is. Mensen hier met gebruik van tolken ook de livestream kunnen volgen. Want de dove gemeenschap heeft jarenlang uitgekeken naar deze wet. En laten we ervoor zorgen dat dit slechts het begin is van heel veel mooie dingen die we nog kunnen doen om die emancipatie en participatie te bevorderen. Want zoals Sabine het al schreef in haar briefje dat ik kreeg in de trein, erkenning van de Nederlandse gebarentaal is mega belangrijk. Dank u wel. Dank u wel, de heer Jasper van Dijk. Voorzitter, ik ben het helemaal eens met de indieners en ook met de heer Jetten dat dit een ongelooflijk belangrijke wet is. Dus hulde dat we dat vandaag behandelen. Ik heb nog een kleine vraag, die zal ik ook straks in mijn eigen termijn stellen aan de indieners. De wet regelt dat de eed en de belofte in gebarentaal mag worden afgelegd. En dat lijkt ons ook van belang in de rechtszaal. Maar anders dan in de wet op de Friese taal is in deze wet niet verankerd dat het mensen vrij staat gebarentaal te mogen gebruiken in de rechtszaal zonder dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een tolk. Met andere woorden, als je zelf slechthorend of doof bent, dan mag je wel in gebarentaal in de rechtszaal opereren, maar dan moet je ook zelf voor een tolk zorgen. En dat kan nogal eens in de kosten lopen. Is de heer Jette het met mij eens dat we dat moeten regelen, dat dat geen drempel mag zijn? De heer Jetten. Voorzitter, dank dat de heer Van Dijk mij hierop wijst. Want dat had ik zelf niet zo scherp bij de bestudering van deze wet. Ik denk dat D66 en de SP elkaar wel altijd vinden in het belang van toegang tot het recht. Dus ik ga hier nog even induiken voordat we de tweede termijn van dit wetsvoorstel behandelen. Maar ik zou eigenlijk, na u vraagt het straks in uw inbreng aan de initiatiefnemers, laat ik dan van dit moment gebruik maken, voorzitter, om ook aan het kabinet te vragen hoe het kabinet aankijkt tegen de toegang tot het recht in relatie tot erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Dank u wel, meneer Jetten. Geef ik nu het woord aan de heer Van der Molen namens het CDA.
Hoe doe ik dit ding naar beneden? Kunt u dat voor mij doen? Ja hoor, er is een knopje daar. Dat heb ik nog nooit gebruikt. Nee, kijk, daar. Onder de microfoon, zo'n pasje. Oh, daar. Ja, een pijltje. Ik dacht dat ik daarmee mijn tijd naar beneden deed, dus daar kom ik nooit aan. Nee, kijk. Er staat dan 10 minuten op het klokje. Ik dacht, ik ga er niet zelf een minuut van inleveren. Vindt u niet? Wat zei u? Is een beetje te laag, of niet? Ja, nee, u zegt het maar. U bent de baas hier. Ja, ja? Zo. Ja. Op de knoop. Nou, goed. Net niet. Het houdt een keer op. Dan moet hij omhoog, helaas. Maar goed. Ja. Nou. Voorzitter, om maar even serieus te beginnen. Allereerst wil ik namens de CDA-fractie, de indieners Kuiken, Dick Faber en Van Eijs van harte danken voor het werk dat zij verricht hebben om met een wetsvoorstel te komen om de Nederlandse gebarentaal te erkennen. In het indienen van een wetsvoorstel, daar gaat ontzettend veel tijd zitten en heel veel geduld, want het duurt ook even voordat het zover is. Maar we vinden het als CDA een compliment waard dat juist op dit onderwerp deze collega's en de ondersteuning tijd hebben gevonden om met een voorstel te komen. Want dit is een heel belangrijk voorstel voor de dove gemeenschap. Ik denk ook voor de gemeenschap breder nog, mensen die slechthorend zijn, voor hun positie in de Nederlandse samenleving. En ik denk dat andere indieners mij niet kwalijk zullen nemen dat ik toch collega Van IJzer even specifiek uitpik. Toch de geschiedenis ingaand als het eerste Kamerlid. Nou, een beetje zo. Altijd accepteer dat die geschiedenis ingaat. De geschiedenis ingaat als eerste Kamerlid die slechthorend is en die dus ook uit eigen ervaring weet hoe de buitenwereld vaak helemaal niet met kwade wil, maar zo weinig afgestemd kan zijn om wat je nodig hebt om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. Ik heb het geluk gehad dat ik in een basisschoolklas zat waar een van mijn beste vrienden doof was, zwaar slechthorend. En ik het geluk had dat hij heel goed kon liplezen. Dus ik heb nooit gebarentaal hoeven te leren, maar wel uitdrukkelijk articuleren. En dan kwam je heel ver. Maar dat leerde mij toen al heel jong, dat dingen die zo normaal zijn voor als je gewoon alles verstaat en alles kunt meemaken en alles vanzelf gaat, dat er ook mensen zijn die op dat vlak echt gewoon de hulp van anderen nodig hebben. En vandaar ook de betrokkenheid van mij bij dit onderwerp. En begin ik met een compliment voor de indieners. Want die hebben in ieder geval uit onze schriftelijke inbreng als CDA-fractie al kunnen opmaken dat wij heel positief staan ten opzichte van dit wetsvoorstel. En ik wil dan ook de dove gemeenschap noemen die ook hier heel hard aan hebben getrokken. In 2018 hebben we nog een petitie van dik 15.000 handtekeningen mogen ontvangen om dit op gang te brengen. En het is dus extra mooi dat in de eerste vergadering, in het eerste debat na de zomer, wij het hierover kunnen hebben. Voorzitter, als CDA hebben we ons al langer ingezet om de positie van de dove gemeenschappen te verbeteren. Onze gewezen Europarlementariër Maria Martens, die heeft zich jarenlang ingezet om op Europees niveau deze taal ook als minderheidstaal erkend te krijgen. En toen in Utrecht helaas er een aanslag was en er in crisiscommunicatie gecommuniceerd moest worden, hebben we als CDA ook vragen gesteld en minister Grapperhaus zover gekregen om te regelen dat we dat standaard zouden gaan doen in de toekomst. En de coronacrisis heeft heel veel slechts gebracht, maar een positief puntje daaraan is toch wel hoe normaal we het met elkaar zijn gaan vinden, dat er gewoon een dove tolk in beeld is. En dat is in ieder geval wat het CDA betreft een stap in de goede richting. Want in Nederland, in tegenstelling tot heel veel andere Europese landen, is gebarentaal best lang onzichtbaar geweest. Ik kon bij andere persconferenties in Scandinavische landen op tv al veel vaker een gebarentolk zien dan we in Nederland gewend waren te doen. En voorzitter, we hebben ook gezien dat het wetsvoorstel behoorlijk aangepast is. Nut en noodzaak zijn beter verwoord. Onduidelijkheden zijn weggenomen en het orgaan voor de gebarentaal en dove cultuur die is vervangen door een adviescollege Nederlandse gebarentaal. En als ik de inbrengers goed heb begrepen, dan mag deze wet ook impliciet gezien worden als erkenning niet alleen maar van de taal, maar ook van de Nederlandse dove cultuur. De CDA-fractie ervaart de discussie over nut en noodzaak van wettelijke erkenning wel als een gepasseerd station. Dat staat wat ons betreft vast. De Nederlandse gebarentaal is kwetsbaar omdat ze niet noodzakelijkerwijs van generatie op generatie wordt overgedragen. En omdat kinderen die per definitie bij onderwijs afhankelijk zijn van anderen, zich de taal zelf eigen moeten maken.
Daarmee rust wat de CDA-fractie betreft op de samenleving als geheel een verantwoordelijkheid om er zoveel mogelijk aan te doen om de dove gemeenschap te laten deelnemen aan de samenleving. De Rijksoverheid mag ook een bijdrage daaraan leveren en de wettelijke erkenning verplicht de Rijksoverheid daar ook toe. Daarmee is het echter niet een zuivere overheidsverantwoordelijkheid geworden, want het instand houden van de gebarentaal vraagt ook iets van de dove gemeenschap zelf en van de Nederlandse samenleving een inzet om het leven van doven en slechthorenden sowieso gemakkelijker te maken. De centrale kritiek op het voorstel is dat het symboolwetgeven kan blijken te zijn. De vraag is dan, stellen heel veel mensen, is wat het praktisch voor doven en slechthorenden zal verbeteren. De initiatiefnemers geven in de reactie op de vragen uit de Kamer wat het CDA betreft daar wat een dubbel antwoord op. Wellicht om de drempel te verlagen om de wet te steunen benadrukken zij dat de kosten van de wet vrij beperkt zijn. Maar tegelijkertijd erkennen zij dat op het vlak van voorzieningen voor doven en slechthorenden nog heel veel moet gebeuren. In de nota naar aanleiding van het verslag melden de initiatiefnemers zelfs twee verontrustende situaties. Het komt in Nederland voor dat organisaties en individuen de toegang tot tolken wordt geweigerd of dat er extra kosten voor tolkvoorzieningen wordt gevraagd. En dat komt ook voor bij overheidsinstellingen, wat ik eigenlijk onbestaanbaar vind. Ik zou de initiatiefnemers willen vragen om daar in hun eerste termijn verder op in te gaan. Want ondanks passend onderwijs lopen dove en slechthorende kinderen nog steeds tegen veel problemen in het onderwijs aan. Er zijn nog steeds te weinig jongeren die kiezen voor een opleiding tot doventolk. En deelnemen aan het openbaar vervoer, dat kan heel lastig zijn als de vertraging of het uitvallen van een trein wordt omgeroepen, maar je dat simpelweg niet kunt verstaan. En daarom is de centrale vraag ook, wat voor verwachting hebben de initiatiefnemers zelf van de Rijksoverheid op het moment dat Tweede en Eerste Kamer deze wet aannemen? Voorzitter, in de toelichting op de wet verwijzen de initiatiefnemers vaak naar de wet erkenning Friese taal. Moest ik als Fries wel even over beginnen. Als voorbeeld voor het wetsvoorstel waarover we vandaag met elkaar spreken. En dat is terecht een voorbeeld. Maar dat voorbeeld kan ook een argument zijn om de feestvreugde enigszins te dempen. Want inderdaad, de Friese taal is al jarenlang erkend en een aangelegenheid voor de Rijksoverheid. Maar desalniettemin beschouwt de Rijksoverheid de bevordering van de Friese taal dikwijls als aangelegenheid van de Friese zelf. En dan worden de handen er verder van afgetrokken. Zien de initiatiefnemers het risico ook dat de bal van de Nederlandse gebarentaal ook na het aannemen van de wet gewoon weer terug kan worden gelegd bij de dove gemeenschap? En wat zou wat hun betreft dan ook echt moeten worden afgesproken, omdat, zoals we dat bij de Friese taal zien, dat wordt voorkomen? En ik leg die vraag ook even voor aan de minister van Binnenlandse Zaken, die is als adviseur van de Tweede Kamer vandaag aanwezig is. Ik zou de initiatiefnemers ook willen vragen om in hun eerste termijn in te gaan op de vraag of het introduceren van het recht om de eed of de belofte in gebarentaal af te leggen en de verplichting om crisiscommunicatie in gebarentaal aan te bieden ook inhoudt dat andere wetgeving eventueel nog zou moeten worden aangepast. Praktisch voorbeeld, het is in de Kamer voorgekomen dat de belofte in het Fries werd afgelegd en overgedaan moest worden omdat de tekst niet correct was. En hoe borgen we dat in de Tweede Kamer nou door voor iets wat we eigenlijk niet kunnen opschrijven? Hele praktische vraag, maar toch goed om met elkaar over na te denken. Als laatste, voorzitter, sta ik stil bij het argument van de indieners dat de erkenning van de Nederlandse gebarentaal impliciet mag worden opgevat als erkenning van de dove cultuur. Want de Raad van State heeft hier ook opmerkingen over gemaakt. De initiatiefnemers hebben vervolgens alle rechtstreekse opmerkingen over de dove cultuur uit het voorstel gehaald. Het CDA begrijpt dat als de hoofdreden is om de wet wat meer solide te maken. Maar veel doven zien doofheid niet als een beperking, maar als hun identiteit. Je bent geen minderheid als de gemeenschap waarin je opgroeit en actief bent vrijwel volledig bestaat uit andere mensen die doof zijn. Even los van de vraag of je zelf een beperking hebt, of dat de samenleving jou beperkt omdat ze onvoldoende rekening met je houdt. Doof zijn mag niet altijd worden gezien als een tekort dat opgelost moet worden. De overgrote meerderheid van personen die doof geboren en opgegroeid zijn, ervaren dat echt anders. Ik zou dan ook aan de initiatiefnemers willen vragen om in hun eerste termijn nader in te gaan op de dove cultuur. En of het voldoende is om deze impliciet te erkennen. Want welke andere wegen zien de initiatiefnemer naast dit wetsvoorstel eventueel om die dove cultuur de plek te geven die zij verdient? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Molen.
Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van den Hul namens de PvdA. Dank u wel, voorzitter. Allereerst heel veel dank aan de initiatiefnemers Kuiken, Dick Faber, Van IJs, als ook degenen die hun voor zijn gegaan. En ook veel dank aan alle ondersteuners, maar in het bijzonder noem ik hier Pim Rosa vanuit de Kamer en ook Corrie Thijssing, Eva Westerhof, Trudus Schermer en Daniel Scherper en al die andere wiens naam ik hier nu niet kan noemen wegens tijdgebrek. En ook een heel hartelijk welkom aan iedereen op de publieke tribune. Wat enorm bijzonder dat u dit debat kunt volgen doordat er vandaag live getalkt wordt. Ik hoop dat veel vaker te zullen zien in deze Kamer. Al 30 jaar wordt er geijverd voor de erkenning van de Nederlandse gebarentaal. En in 2014 presenteerde een van mijn voorgangers, Tweede Kamerlid Roelof van Laar, zijn voornemen tot een wettelijke verankering van de Nederlandse gebarentaal te komen. En wat dat betreft een heel mooi moment dat het nu eindelijk zover is dat dit initiatiefwetsvoorstel nu in de Tweede Kamer wordt besproken. En ik ben het eens met collega Jette, dit heeft al heel lang geduurd. Voorzitter, met dit wetsvoorstel wordt deze juridische erkenning goed geregeld en worden tevens een aantal hieruit voortvloeiende rechten en plichten vastgelegd, zoals het recht om een eed, belofte of bevestiging af te mogen leggen in de Nederlandse gebarentaal. En de plicht voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het gebruik van de Nederlandse gebarentaal te bevorderen. En daarnaast wordt een adviesorgaan ingesteld, ook niet onbelangrijk, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover zal adviseren. Voorzitter, in Nederland zijn 30.000 mensen doof of zeer slechthorend en ongeveer 15.000 mensen gebruiken gebarentaal. Voor die mensen is het hun moedertaal, een volwaardige taal om mee te communiceren. In veel andere landen is gebarentaal al wel wettelijk erkend. Er is wat ons betreft geen goede reden te verzinnen waarom we dat in Nederland niet hebben. Dit geeft erkenning van het belang van toegankelijkheid, ook voor doven en slechthorenden. Want op papier zijn er in Nederland weliswaar goede voorzieningen voor doven en slechthorenden. Tolken Nederlandse gebarentaal zijn in principe beschikbaar in het onderwijs, op het werk en ook voor privésituaties. Maar in de praktijk, en ik vrees dat velen van de aanwezigen hier daar uit persoonlijke ervaring over kunnen meepraten, in de praktijk lopen doven en slechthorenden nog veel te vaak tegen vooroordelen en andere drempels. Tolken worden op bepaalde plekken geweigerd of zijn soms niet altijd beschikbaar. En hetzelfde is het geval bij belangrijke persconferenties. Het ging er net al even over. Bij rampen, persconferenties, crisissituaties, waarbij het belangrijk is dat iedereen snel weet wat er aan de hand is. En zonder een tolk Nederlandse gebarentaal is dit voor doven en slechthorenden niet of heel slecht te volgen. En dan heb ik het als onderwijswoordvoerder nog niet eens over de problemen waar veel doven en slechthorende kinderen tegenaan lopen. Mevrouw Usutok had het er ook al over. Want nog lang niet alle kinderen hebben op dit moment passend onderwijs op de manier die wij graag zouden willen. Voorzitter, ik hoop van harte dat dit wetsvoorstel kan rekenen op Kamerbrede steun. En ik ben het helemaal eens met de heer Van der Molen die zei dat eigenlijk de nut en noodzaak van de erkenning van Nederlandse gebarentaal buiten kijf zou moeten staan. Maar voorzitter, voor het geval er in ons midden nog twijfelaars zijn, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar voor het geval zou ik graag de initiatiefnemers nog eenmaal vragen aan te geven waarom die wettelijke verankering nou nodig is. En vooral welke voordelen zij op de korte termijn zien voor de dove en zeer slechthorende gemeenschap in Nederland. Wat gaat dit voor impact hebben op hun leven? Voorzitter, en dan tot slot nog twee vragen aan de minister. Wat gaat zij doen om uitvoering te geven aan deze wet, uitgaande van een positief wetsverloop? En wat gaat het kabinet nog meer doen om de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden te verbeteren? Onder andere wat betreft media en onderwijs. Voorzitter, het zal u na dit hele verhaal niet verrassen dat wij vanuit de fractie van de PvdA dit wetsvoorstel van harte zullen steunen. Ik wil nogmaals alle betrokkenen bedanken, maar vooral de betrokkenen uit de dovengemeenschap danken voor hun inzet en vooral hun volhardendheid.
We kijken uit naar de wettelijke erkenning en laten we daar vooral dan niet bij blijven. Maar laten we ons samen hard voor maken dat het wetsvoorstel niet alleen in woord, maar ook in daad tot leven komt. En dat we het samen handen en voeten geven. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van den Heuvel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van der Graaf namens de ChristenUnie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En ik sluit me aan bij de woorden van de collega's dat dit vandaag wel een heel bijzondere dag is. Want het is niet de eerste dag na het reces dat we weer vergaderen, maar ook de eerste dag sinds hele lange tijd dat we publiek in de zaal hebben die onze debatten kunnen volgen. En hoe bijzonder is dat dat op deze dag vandaag bij dit debat gebeurt door middel van tolken. En dat vind ik gewoon fantastisch. Ik vind het een bijzonder moment. Ik vind het ook een eer om vandaag bij dat debat het woord te mogen voeren. Want voorzitter, iedereen in dit land moet volwaardig kunnen meedoen aan onze samenleving. En doven en slechthorenden worden daarin vaak belemmerd omdat ze niet altijd in hun moedertaal kunnen communiceren. Meer dan 15.000 mensen in ons land communiceren namelijk primair in de Nederlandse gebarentaal. En ik vind het jammer dat ik hem niet machtig ben. Maar ik hoop een aantal gebaren mee te kunnen nemen die ik vandaag heb gezien. Laten we daarbij vooral ook niet de vergissing maken om gebarentaal als een hulpmiddel te zien. Want zo thuis als ik mij voel in het Nederlands, als ik Nederlands spreek, zo thuis voelen zij zich als ze communiceren in de Nederlandse gebarentaal, hun eigen taal. En het belang van de Nederlandse gebarentaal voor deze groep is lange tijd onvoldoende onderkend. Tot vandaag. Want vandaag behandelen we het initiatiefwetsvoorstel dat de erkenning van onze nationale gebarentaal eindelijk wettelijk regelt. En dit is een moment waar de dovengemeenschap reikhalzend naar heeft uitgekeken. Want dit initiatiefvoorstel is voor doven en slechthorenden zoveel meer dan een wet. Het is de erkenning van hun moedertaal als een unieke en volwaardige taal. Maar ook de erkenning van hun eigen cultuur en identiteit. En daarmee is deze juridische erkenning een mijlpaal in hun jarenlange strijd om erkenning. En die strijd om erkenning wordt al bijna 30 jaar gevoerd. De ChristenUnie-fractie heeft zich al jaren geleden uitgesproken voor juridische erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Een van mijn voorgangers, Esmee Wiegman, pleitte er in 2010 voor om deze Nederlandse gebarentaal wettelijk vast te leggen. En ook verschillende kabinetten hebben nagedacht over juridische erkenning. En deze erkenning is ook toegezegd als de lexicon voor de Nederlandse gebarentaal zou worden voltooid. En die voltooiing vond al plaats in 2002, maar de juridische erkenning bleef uit. Ondertussen heeft Nederland het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap geratificeerd. En dat verdrag roept overheden op om gebarentalen te erkennen en te bevorderen. En daarnaast werd enkele jaren geleden al de Friese taal wettelijk erkend. Reden te meer om deze stap van wettelijke erkenning nu ook te zetten voor de Nederlandse gebarentaal. En ik wil de initiatiefnemers dan ook vanaf deze plaats heel hartelijk danken voor het wetsvoorstel dat zij hebben ingediend. En voor het werk dat zij daarin hebben gestoken. Het is een lang traject dat 4 jaar geleden begonnen is met oud-collega Roelof van Laar van de Partij van de Arbeid. En mijn collega Carla-Dick Faber van de ChristenUnie. En later heeft collega Kuiken het stokje overgenomen. En is ook D66 in de persoon van mevrouw Van IJs hier aan deel gaan nemen. Ik wil hen heel hartelijk danken. En ik wil in het bijzonder ook de medewerkers bedanken die aan dit wetsvoorstel hebben meegewerkt. Pim Broza zit hier vandaag, maar ik weet dat er meer medewerkers aan hebben meegewerkt. Dank voor dit prachtige voorstel en jullie fijne samenwerking. En voorzitter, met dit voorstel voor een aparte wet sluiten de initiatievers aan bij de route die ook voor de Friese taal is gekozen. De kern van het wetsvoorstel staat in artikel 2. De Nederlandse gebarentaal wordt erkend. Terecht zeggen de initiatiefnemers in de toelichting dat de juridische erkenning vooral betekent dat de positie van mensen die afhankelijk zijn van de Nederlandse gebarentaal wordt versterkt. Het is weliswaar dankzij tolken als Irma Sluis en Corine Koolhof dat de Nederlandse gebarentaal de afgelopen maanden bekend is geworden bij het grote publiek. Maar laten we niet vergeten waarom de tolken daar staan. Zij zorgen ervoor dat doven en slechthorenden in hun eigen moedertaal kunnen meedoen in onze samenleving. En hopelijk wordt dat zo ook voor iedereen zichtbaar.
dat er een grote groep mensen is die afhankelijk is van de Nederlandse gebarentaal voor het verkrijgen van belangrijke informatie. Ik heb bij het wetsvoorstel nog enkele vragen aan de initiatiefnemers en aan de minister. De initiatiefnemers willen naast juridische erkenning ook het gebruik van de Nederlandse gebarentaal in het bestuurlijke en in het rechtsverkeer bevorderen. En ik vind dat mooi. Zij willen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiervoor verantwoordelijk maken. Kunnen de initiatiefnemers aangeven hoe ver volgens hen de verantwoordelijkheid van de minister hierin reikt? Moeten bijvoorbeeld alle openbare toespraken van ministers in de Nederlandse gebarentaal worden vertaald? Of is daar een selectie in te maken? Ik ben heel benieuwd naar hoe ze daar tegenaan kijken. En het is goed dat dove gebarentaligen ook in het contact met de overheid gebruik kunnen maken van hun moedertaal. Hier ligt echter ook een belangrijke opdracht voor lagere overheden als de gemeente. Hoe zien de initiatiefnemers daarin ook de rol van de minister? En hoe kijkt de minister hiernaar? En kan de minister ook zelf aangeven hoe ze invulling denkt te geven aan artikel 3 van het wetsvoorstel? Biedt dat voor haar voldoende handvatten om een beleid te voeren dat gericht is op het bevorderen van de Nederlandse gebarentaal? En voorzitter, het is heel goed dat de initiatiefnemers specifieke bepalingen hebben opgenomen over crisiscommunicatie en het afleggen van een eed, belofte of bevestiging. Ik vraag hen, zijn er nog meer situaties waar ze het nodig achten om het recht op het gebruik van de Nederlandse gebarentaal vast te leggen? Dan kom ik op een heel zichtbaar punt. De inzet van de Nederlandse van de tolken Nederlandse gebarentaal bij belangrijke momenten. Bij de publieke omroep worden de journaals al vertaald in de Nederlandse gebarentaal. Maar ook belangrijke uitzendingen zoals de kersttoespraak van de koning bijvoorbeeld. En zo staat er vanavond ook weer een tolk tussen de minister-president en de minister van VWS bij de persconferentie. Maar mijn fractie vindt dat we nog meer kunnen doen. Zeker ook in de Tweede Kamer. Het zou goed zijn als tenminste het wekelijkse vragenuur en de algemene politieke beschouwingen worden voorzien van een tolk Nederlandse gebarentaal. Ik ben benieuwd naar hoe de indieners daar tegenaan kijken. Maar wellicht komen we daar later bij een volgende ronde in het debat ook nog wel op terug. En misschien ook mooi als we daarop een uitspraak van de Kamer zouden kunnen krijgen. Dan het adviescollege Nederlandse gebarentaal. De initiatiefnemers baseren zich hierbij op het bestaande adviesorgaan voor de Friese taal. Maar wat verwachten zij precies van dat adviescollege? En wat wordt de status van de adviezen van het college? Hoe zorgen we dat suggesties van de dovengemeenschap om het gebruik van de Nederlandse gebarentaal te bevorderen daadwerkelijk worden meegenomen in het beleid? Voorzitter, dan rond ik af. Mijn fractie is heel erg verheugd dat dit wetsvoorstel er ligt. En ik zie ook uit naar de beantwoording van de initiatiefnemers en van de minister. En voorzitter, veel Europese landen zijn ons voorgegaan in de erkenning dat de nationale gebarentaal als officiële landstaal zou moeten gelden. En nu is het de beurt aan Nederland. Het is de hoogste tijd dat ook wij deze stap gaan zetten. En ik hoop dan ook van harte dat het voorstel kan rekenen op een hele brede steun van de Kamer. Dank u wel, mevrouw Van der Graaf. Dank u wel. Geef ik nu het woord aan de heer Jasper van Dijk namens de SP. Dank u, voorzitter. Taal is ongelooflijk belangrijk om te bepalen wie wij zijn en hoe wij ons verhouden tot de ander. Het maakt ons onderdeel van een gemeenschap. Je niet kunnen uitdrukken is frustrerend en schadelijk voor het individu en de gemeenschap. Voor de dove gemeenschap geldt dat net zo goed als voor ieder ander. Je uitdrukken in een horende wereld gaat echter nog steeds met obstakels. De horende wereld begrijpen zonder erkenning van het belang van de Nederlandse gebarentaal is een grote uitdaging. Daarom, voorzitter, veel waardering namens de SP voor de indieners voor het werk dat ze hebben geleverd. Om de taal van de dove gemeenschap meer erkenning te geven. En ook dank voor alle hulp die jullie gekregen hebben, waaronder Eva Westerhof, oud-voorzitter van Dovenschap, belangenorganisatie voor dove gebarentaligen. Zeker in een crisis is het essentieel dat informatie toegankelijk is voor iedereen. Dat hebben we dit jaar misschien wel meer dan ooit kunnen zien.
Dit wetsvoorstel regelt dat deze toegankelijkheid beter wordt verankerd en dat is zeer terecht. De wet regelt ook dat de eed en de belofte in gebarentaal mag worden afgelegd. Dat lijkt ons goed en is ook van belang in de rechtszaal. Ik had het er al even over in interruptie op de heer Jette. Want anders dan in de wet op de Friese taal is in deze wet niet verankerd dat het mensen vrij staat om gebarentaal te mogen gebruiken in de rechtszaal zonder dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een tolk. Bijvoorbeeld in strafzaken is dat nu ook nog niet het geval als er geen recht is op toevoeging. Nu wordt de rechtsgang voor mensen al steeds minder goed toegankelijk. Waarom, zo vraag ik de indieners, hebben zij niet gekozen voor een verankering in de wet zoals bij de Friese taal het geval is? Dus anders gezegd, zullen wij regelen als overheid dat doven en slechthorenden altijd recht hebben op een tolk in de rechtszaal en dat wij dus zorgen voor een publieke vergoeding voor die tolk? Graag een reactie van de indieners en van de minister. Voorzitter, de SP ziet het belang van een gedeelde taal. Van je uit kunnen drukken, van gehoord worden en van het begrijpen van de wereld om je heen. Dit wetsvoorstel is een waardevolle toevoeging op dat punt. We steunen het dan ook van harte. Dank u wel, meneer Jasper van Dijk. Dan is nu het woord aan de heer Bisschop namens de SGP. Voorzitter, allereerst waardering en dank aan de initiatiefnemers voor dit wetsvoorstel. Ik sluit me graag aan bij de woorden die de collega's hebben gesproken. Het maken van een initiatiefvoorstel vergt veel denkwerk, veel tijd. En het is mooi als je ziet dat collega's daar op die manier zich ook stellen voor een bepaalde zaak en dat ook weten te brengen tot een initiatiefvoorstel. Dus dank aan de collega's Kuiken, Dick Faber en Van Eijs. En natuurlijk, niet te vergeten, de ondersteuning. Want die is minstens zo belangrijk als de initiators, want het moet allemaal wel bewerkt en uitgevoerd en overlegd worden. Voorzitter, bij de voorbereiding van de bespreking van dit wetsvoorstel moest ik denken aan het woord hamsteren. Dat is eigenlijk het enige gebaar wat ik in gebarentaal zo ongeveer ken. En we weten allemaal hoe dat komt. Ik denk dat dat ook breed verspreid is. Het heeft allemaal te maken met die persconferentie rond de coronacrisis. Het is mooi om te zien hoe op zo'n crisismoment opeens de Nederlandse samenleving, maar ook de overheid, zich gerealiseerd heeft van wacht even, dit is zo belangrijk. Hier moeten wij dus echt actie voor ondernemen. Hier moeten wij echt mee aan de slag. We moeten daar aandacht aan besteden. En in die zin is dit wetsvoorstel natuurlijk een prachtige illustratie van hoe we het willen hebben en hoe het goed geregeld zou kunnen worden. Dus dat maakt de dank in de richting van de initiatiefnemers alleen maar groter. Dat doven op deze manier kunnen spreken is lange tijd bepaald geen gemeengoed geweest. Als ik het goed heb begrepen, en ik ben historicus en dan denk je van hoe zit dat nou eigenlijk met die gebarentaal? Maar dan is het pas zo rond 1760, of misschien moet je zeggen is het al rond 1760, dat een Franse priester, de Lepée, het initiatief nam om een dovenschool op te richten. Dat was revolutionair, dat was nieuw. En bij zijn onderwijs maakte hij ook gebruik van de eerste vormen van gebarentaal. Bovendien gaf hij op veel plaatsen instructielessen van hoe dat dan in zijn werk zou moeten gaan. En daar was heel veel belangstelling voor. In navolging van zijn initiatief ontstonden ook in Nederland dovenscholen. Dat is dan een verrijking van je historische kennis bij de voorbereiding van zo'n onderwerp als dit. Het bijzondere is dat aan het eind van de 19e eeuw de gebarentaal weer in onbruik raakt. En dan is het uitgangspunt van doven, slechthorenden, die moeten vooral leren lezen, moeten vooral leren spreken door liplezen.
En het gebruik van het geforceerde gebruik van het strottenhoofd, het imiteren daarvan. Gelukkig is wat dat betreft de tijd veranderd. Het gebruik van de Nederlandse gebarentaal wordt op veel manieren gestimuleerd. En op veel terreinen wordt door praktische maatregelen de gebarentaal erkend. De toelichting in het wetsvoorstel geeft daar ook mooie voorbeelden van. In de wetsvoorstel is vooral de keuze aan de orde om de Nederlandse gebarentaal ook daadwerkelijk te erkennen als officiële taal naast het Nederlands en het Fries. En naast deze meer formele erkenning bevat het wetsvoorstel ook twee concrete maatregelen, namelijk de verplichting van de overheid om in crisiscommunicatie ook in Nederlandse gebarentaal te communiceren en de mogelijkheid, collega's noemden het ook al, om de eed of de belofte af te leggen in deze taal. Voorzitter, dat zijn heldere maatregelen. Ik verbind daar een vraag aan. Ik wil graag van de initiatiefnemers horen of op deze manier naar hun mening het gebruik van de gebarentaal ook in de praktijk voldoende verankerd is en geborgd is, afdwingbaar is. En ook aan de minister een vraag. Welke concrete stappen ziet zij nog meer voor zich naast de principiële erkenning van de gebarentaal? Dus om die gebarentaal des te vanzelfsprekender een plek te geven in de Nederlandse samenleving. Wat is daar nog meer voor nodig? Dit is de wettelijke verankering, maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe kijken de indieners daar tegenaan, de initiatiefnemers? En welke stappen ziet de minister nog als opties? De SGP ziet dat het wetsvoorstel ook om een adviescollege vraagt. En daarbij gaan de initiatiefnemers ervan uit dat het indirect ook gaat over advisering over de dovencultuur, zoals dat aangeduid wordt. Kunnen zij nog wat meer verduidelijken aan welke concrete invulling van deze advisering zij precies denken? Het initiatiefvoorstel is ook een mooie invulling van een vereiste die voortvloeit uit het VN-verdrag rond mensen met een handicap. Goed dat op allerlei manieren gezocht wordt naar mogelijkheden om ook doven en mensen met een sterke gehoorbeperking zo normaal mogelijk aan de samenleving te kunnen laten deelnemen. De SGP zal dan dit initiatiefwetsvoorstel dan ook van harte ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bisschop. Tot slot geef ik het woord aan de heer Aliassini namens de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan mag ik meteen ook de hekkensluiter zijn als laatste spreker. En ik wil in ieder geval ook iedereen verwelkomen op de publieke tribune. Mijn collega van de ChristenUnie zei het inderdaad ook heel mooi. Na een intelligente lockdown en een coronaperiode, de eerste keer dat wij mensen weer op de publieke tribune hebben. En ook gewoon in deze setting. Ik vind het fantastisch. Daarnaast wil ik ook absoluut mijn complimenten geven aan de initiatiefnemers. Mevrouw Carla Dick-Faber, mevrouw Kijken, mevrouw Van IJs, die dit op de agenda hebben gezet en hier werk van hebben gemaakt. Natuurlijk ook de ondersteuning die daarbij heeft geholpen. Dat vind ik heel erg mooi. En het is voor de VVD namelijk heel erg belangrijk dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Dat iedereen kan streven naar zijn of haar geluk. Een onderdeel van die volwaardige deelname is dat iedereen toegang zou moeten hebben tot informatie vanuit de overheid. Helaas is dat voor doven en slechthorenden niet altijd mogelijk. De communicatie vanuit de overheid lijkt af en toe enige drempels op te werpen, waardoor doven en slechthorenden niet volledig toegang hebben tot informatie van diezelfde overheid en dus minder volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De VVD vindt dat hier sowieso actie op vereist. Het inzetten van een tolk bij persconferenties over corona is bijvoorbeeld heel erg goed ontvangen. Denk aan onze Irma. Maar wordt ook door ons gezien als steeds goede ontwikkelingen waar we echt nog flinke stappen moeten worden genomen. De overheid heeft dus de taak personen die doof en slechthorend zijn goed te informeren over belangrijke zaken op een manier die voor hen te begrijpen is. Ondertiteling of tekst aanbieden is daarbij vaak niet voldoende, omdat veel personen die doof zijn minder vaardig zijn in de gesproken en geschreven Nederlandse taal. Zij hebben als moedertaal de Nederlandse gebarentaal. De Nederlandse gebarentaal kent een andere grammatica en gebarentaligen zijn veel sterker op visuele communicatie ingesteld. Hierdoor hebben zij meer moeite met de snelheid van ondertiteling of het begrijpen van tekst dan horende mensen. Daar waar nodig en mogelijk moet het streven zijn om communicatie dan ook in gebarentaal te bieden. De Nederlandse gebarentaal is in Nederland
maatschappelijk erkend en met de hulp van de overheid gestandaardiseerd, maar niet wettelijk verankerd. Veel gebarentaligen wachten al tientallen jaren op deze wet. Zij zien, ook volgens de initiatiefnemers in deze wet, niet alleen een erkenning van hun taal, maar ook van hun zijn. En dit wetsvoorstel beoogt de wettelijke erkenning van de Nederlandse gebarentaal. De Nederlandse gebarentaal is de moedertaal van het in bijzonder mensen die doof geboren zijn of doof geworden zijn, voordat zij de gesproken Nederlandse taal verworven hebben. In het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap wordt daar duidelijk uitgangspunten geformuleerd. In het VN-verdrag voor personen met een beperking staat dat landen die het verdrag ratificeren gebarentalen moeten erkennen. En naar aanleiding hiervan doen de initiatiefnemers dit voorstel. De VVD wil nogmaals de complimenten geven aan de initiatiefnemers dat zij dit belangrijke onderwerp ook op de parlementaire agenda hebben gezet. En de VVD staat open voor dit wetsvoorstel en waar mogelijk helpen wij heel graag mee aan oplossingen die gebarentaligen zoeken om in de samenleving volwaardig te kunnen deelnemen. De VVD heeft een aantal vragen, die willen we graag aan initiatiefnemers stellen, met name naar aanleiding ook van het advies van de Raad van State. Want het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap stelt in artikel 21 lid E dat overheden gebarentalen dienen te erkennen en te bevorderen. En mijn vraag aan de initiatiefnemers is, welke belangrijkste toegevoegde waarde heeft volgens de initiatiefnemers het wettelijk verankeren van de erkenning van de Nederlandse gebarentaal? En welke belangrijkste toegevoegde waarde heeft het volgens de initiatiefnemers het regelen van een adviescollege ten opzichte van bijvoorbeeld de beleidsvorming van het kabinet? En hoe zien de initiatiefnemers dat ook? Daarnaast hebben we ook van verschillende collega's in de Kamer gehoord dat de dovengemeenschap ook vaak in de praktijk heel veel problemen ervaren. Een goed voorbeeld was na je 30ste willen studeren, dat was volgens mij de heer Jetten van D66, waarbij op een gegeven moment een obstakel wordt opgegooid. En zo zijn er nog veel meer andere voorbeelden. Dus van de VVD willen we graag weten met dit wetsvoorstel welke problemen het wetsvoorstel kunnen worden opgelost. En kunnen deze problemen niet eventueel ook worden opgelost met het inzetten op beleid of het wijzigen van andere wetten die een belemmering kunnen vormen voor gebarentaligen? Daarnaast vraagt de VVD zich ook af of de wettelijke verankering van erkenning en het adviescollege van de Nederlandse taal als gevolg zou hebben dat de Nederlandse gebarentaal daadwerkelijk bevorderd wordt. Volgens mij was het mijn collega Harry van der Molen van het CDA die ook daadwerkelijk heeft gezegd, we hebben dat met de Friese taal, maar dan zien we dat de bal vervolgens weer terug wordt gespeeld naar de Friese gemeenschap. En ik vraag me af in hoeverre de initiatiefnemers hier naar kijken als het gaat om de bal terugleggen naar de dove gemeenschap. Wij willen ook graag weten of de initiatiefnemers inzicht hebben over de gevolgen voor andere overheden. Met name ook bijvoorbeeld gemeentes, provincies en waterschappen. Is het inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn voor deze andere overheden, zowel organisatorisch als financieel, om te weten wat er op ons afkomt? Want op het moment dat we dit willen gaan erkennen als officiële taal, betekent dat wij flink wat gaan vragen van de overheid en de verschillende overheden in hun communicatie naar de dove gemeenschap toe. En dan rond ik af, voorzitter. Kunnen de initiatiefnemers een aantal andere praktische gevolgen schetsen buiten de verplichting om crisiscommunicatie ook in de Nederlandse gebarentaal aan te bieden en het recht om de eed, gelofte of bevestiging ter uitvoering van de wettelijke voorschrift in de Nederlandse taal te mogen afleggen? Deze twee voorbeelden werden in de aangepaste memorie van toelichting extra aangezet. De vraag is even of er nog andere praktische gevolgen zijn, zodat we ook veel beter inzicht krijgen in welke rechten de dove gemeenschap kan ontlenen aan de erkenning van de Nederlandse gebarentaal. En tot slot, is het inschakelen van een tolk Nederlandse gebarentaal door de overheid bij meer gewoon niet een gelegenheid van gewoon doen? Dat vraag ik niet alleen aan initiatiefnemers, maar ook aan de minister. Want uiteindelijk kunnen we natuurlijk van alles in de wet zetten, maar als we het in de praktijk niet zien, ervaren en meemaken, ja, dan heeft vervolgens er niemand aan. En ik wil juist dat we die stappen vooruit nemen. Nogmaals, mijn complimenten dat jullie het op de agenda hebben gezet. Wij kijken uit naar de vragen. En ik wens jullie ongelooflijk veel succes met dit initiatiefvoorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Aliassini. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. De antwoorden van de initiatiefnemers, met name van mevrouw Kuiken namens de PvdA, mevrouw Dick Faber namens de ChristenUnie en mevrouw Van Eijs namens de D66, zullen in goed overleg met jullie worden. Gaan we een goed moment plannen. Het liefst zo snel mogelijk, begrijp ik.
Zeker. Dan dank ik de Kamerleden en dank ook de mensen op de publieke tribune. En ik hoop jullie volgende keer weer hier te zien. Voor nu schors ik de vergadering tot 7:30.